Suriname behoort tot de meest beboste landen ter wereld. Vanwege het grote percentage bosbedekking. Bossen zijn van onschatbare waarde voor ons land, maar ook voor de rest van de wereld, omdat ze voorzien in schone lucht, de biodiversiteit in leven houden, leven op aarde mogelijk maken, klimaatverandering tegengaan en een bron van inkomen zijn. Wanneer wij kijken naar de Surinaamse houtsector en de wet en regelgeving in deze sector, dan mogen we met trots zeggen dat er geen andere sector is die zo toegankelijk is voor de betrokken partijen en die zo'n gedegen controleketen heeft. Regelmatige consultaties tussen SBB, de districtscommissarissen, de politie en douane, die worden uitgevoerd op verschillende niveaus, dragen bij tot een eenduidige aanpak bij het bestrijden van illegaliteit in deze sector. Gestructureerd overleg met de private sector zorgt ervoor dat er korte lijnen zijn en informatie tussen de verschillende partijen makkelijk uitgewisseld kan worden. En er wordt continu gewerkt aan verbetering. De SBB heeft een nieuw systeem gelanceerd, het SFIS, het Sustainable Forestry Information System Suriname, waarmee veel van de procedures geautomatiseerd worden, zodat duurzaam bosbeheer ondersteund kan worden. Er waren infosessies en trainingen voor de private sector en enkele dorpsgemeenschappen. Het invoeren van dit systeem betekent dat voor alle partijen informatie sneller beschikbaar, toegankelijker, overzichtelijker en accurater wordt. Inventarisatie van kapvakken, die handmatig ingetekend werden, zullen in het nieuwe systeem ingevoerd worden met GPS-coördinaten. Het kapregister wordt hierdoor makkelijker bijgewerkt en invoering in het systeem kan vanuit het veld geschieden. Voor de bedrijven die duurzaam bosbeheer uitoefenen, is de invoering van de SFIS een duidelijke versnelling van de procedures. Vanuit hun reeds geautomatiseerde administratie wordt het doorsturen van gegevens voor controle makkelijker en bereiken deze SBB sneller. Dit zal bijdragen tot betrouwbaardere, transparante informatie en een snellere en efficiëntere werkwijze, terwijl ook de illegale houtkapactiviteiten beheersbaarder worden. Met SFIS krijgen de gemeenschappen meer inzicht in regelgeving en de werkwijze van SBB. Hierdoor krijgen ze ook meer inzicht in waar er houtkap plaatsvindt in hun gemeenschapsbos, hoeveel hout er al is gekapt en welke bomen er zijn geveld. Dit zorgt voor meer betrokkenheid bij hun gemeenschapsbos. Er zullen meer trainingen verzorgd worden om met name de inventarisatie van het bos beter onder de knie te krijgen. Maar daar zal ook in meegenomen worden het werken met computers en dit computerprogramma. Dit programma vraagt om een grootschalige algemene herscholing van de werkers in de bosbouw, maar ook voor de binnenlandse gemeenschappen, houtopkopers, concessionarissen en exporteurs. Bijscholingen van medewerkers en kennisdeling wordt door de gecertificeerde bedrijven veelvuldig gedaan, maar SBB zal hierbij aansluiten om in de toekomst gezamenlijk te werken om houtkap in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Trainingen moeten ervoor zorgen dat het bos duurzamer beheerd wordt en dat er meer werkverschaffing komt voor de lokale bewoners. In de lange keten van de houtsector wordt duurzaamheid op verschillende fronten gestimuleerd, in de houtkap, in de investering, in de ontwikkeling van medewerkers en het ontwikkelen en beschrijven van beheersmethodieken. Door instanties en de private sector wordt verder nagedacht over duurzaamheid binnen de houtsector en er worden projectideeën ontwikkeld en uitgevoerd.